Goedenavond allemaal, beste lezers en kijkers. Leuk dat jullie kijken naar het eerste CIP-vragenuurtje met dominee Willem Glashouwer. Hij is een bekend spreker internationaal en nationaal rondom het thema Israël. Hij is zo actief voor christenen voor Israël. En jullie kunnen vragen sturen in het komende vragenuurtje, dat ongeveer tot 9:15 duurt. En die vragen kun je stellen via vragenuurtje@cip.nl. En die vragen dienen kort en bondig te zijn. En die vragen dienen over het thema Israël te gaan. En die komen vervolgens op mijn iPad binnen. En die vragen leggen we voor aan Willem Glashouwer. U weet heel veel over Israël, dus ik neem aan dat dat helemaal goed komt. Hij zal ook zoveel mogelijk uit de Bijbel proberen te antwoorden, hè? Dat is wel de bedoeling. Ja, oké. Nou, en hij zal dat naar eer en geweten proberen te doen. Misschien bent u het niet altijd eens, of bent u het juist wel eens met hem. Dan kunt u ook uw reactie kunt u ook sturen naar vragenuurtje@cip.nl. Ik hoop op een leuke tijd. Ik hoop u ook, dominee. Heeft u er zin in? Ja, heel geweldig. Altijd als ik over Israël mag praten, dan leef ik helemaal op. Hoe komt dat? Ja, omdat we natuurlijk een hele bijzondere generatie zijn. Wij leven in de tijd dat we Bijbelse profetieën met eigen ogen in vervulling zien gaan. Mm-hmm. Wij zien al tientallen jaren voor onze ogen hoe uit alle delen van de hele wereld het Joodse volk terugkeert naar wat de Bijbel noemt het beloofde land Israël. En nou ja, ik spreek dan nog wel eens graag over Jesaja 43, vers 5 en volgende. Daar zegt de profeet dat er ooit een tijd zal komen dat uit het noorden en het zuiden en het oosten en het westen de Joden zullen terugkeren naar Israël. Nou ja, Jesaja, de profeet, leefde zo 2.500 jaar geleden. Hoe kon hij weten wat er ooit een keer in de toekomst zou gaan gebeuren? Ja. Maar wij zien het vandaag de dag gebeuren. Want als je dus noord, zuid, oost, west in de Bijbel leest, dan moet je niet hier vanuit Nederland naar het noorden, zuiden en het oosten en het westen kijken. Hoe moet je natuurlijk je voeten in Israël, in Jeruzalem zetten? En dan op de wereldkaart kijken naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Mm. Nou ja, en dan zie je dus Bijbelse profetieën in vervulling gaan. En dat maakt die Bijbel in één keer tot een ontzettend levend en interessant boek. Oké. En bent u benieuwd wat voor vragen er zijn? Bent u er bang voor misschien? U krijgt misschien ook al kritische vragen. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Oké. En er zijn ook geen domme vragen. Mensen moeten gewoon vragen wat ze willen vragen. Je mond houden en maar denken, nou ja, dat is misschien vinden ze dat heel stom als ik dat vraag. Ja. Gewoon vragen, daar word je wijs van. Oké, nou, dus u kunt de vragen stellen die u wenst te stellen. Wees vooral niet bang om domme vragen te stellen, want domme vragen bestaan dus niet. Nee. Toch? Dan laat ik maar met de eerste vraag beginnen. En die vraag komt dan, de eerste vraag van mij. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Kun je in de kerk zitten als christen op zondag en tegelijkertijd niet zoveel met het thema Israël hebben? Ja, dat kan kennelijk wel. Dat betreft zelfs hele volkstammen die in kerken over de hele wereld zitten, heel veel van de Heer Jezus houden, God lief hebben, de Bijbel als het woord van God beschouwen en toch niks met Israël hebben. En ik hoef helemaal niet naar anderen te wijzen. Als ik aan mezelf denk, ik ben heel krachtdadig tot bekering gekomen toen ik 19 was. Pas toen ging de Bijbel echt voor mijn leven. Nou, toen heb ik ook helemaal mijn leven ingezet. Het geloof geprobeerd uit te dragen aan iedereen. De betrouwbaarheid van de Bijbel verdedigd. Ik ben een van de pioniers van de evangelische omroep geworden en van de evangelische hogeschool en de evangelische school voor journalistiek en ga zo maar door. Maar ik had eigenlijk nog steeds geen idee waar het bij Israël om gaat. Dus ik hoef echt niet met een vinger naar een ander te wijzen. Hoe kan je nou in de kerk zitten en een gelovig christen jezelf noemen en je hebt niks met Israël? Ja, ja. Ik had jaren niks met Israël. Ja. Totdat in één keer, ik op een heel andere manier de Bijbel leerde lezen. Namelijk? Nou ja, ik vertel nog wel eens graag hoe ik dan bij het Christenen voor Israël betrokken
geraakt ben. Er kwam op een gegeven moment een oudere meneer. En die heette Karel van Noord. Ik had nooit van de man gehoord. En die zegt, mag ik bij u binnenkomen? Want ik ben voorzitter van Christenen voor Israël. Ik had nog nooit van Christenen voor Israël gehoord. Hij zegt, ik word ouder en ik zoek een nieuwe voorzitter. Ik zeg, waarom komt u dan bij mij? Nou ja, hij zegt, ik ken u van die radio- en televisieprogramma's. Ik zeg, ja, maar ik heb eigenlijk niet zoveel met Israël. Mijn ouders hebben Joden in de oorlog verborgen gehouden. Corrie ten Boom heb ik gekend als Tante Corrie en dat soort dingen. En ik weet dat de Bijbel, je hoeft hem maar open te slaan. Het is Israël, 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 waar je maar leest. Mm-hmm. Ik zeg, maar dat is het wel zo'n beetje. En toen zei hij iets, en dat ben ik nooit vergeten. Toen zegt hij, er zijn heel veel christenen die houden van dode Joden. Ik zeg, van dode Joden? Hoe bedoelt u? Nou ja, hij zegt, Jesaja, Jeremia, Petrus, Paulus en al die Joden van de Bijbel die al lang overleden zijn. Hij zegt, er zijn ook christenen die houden van Joden die nog niet geboren zijn. Namelijk, die gaan de profetieën lezen, wat er allemaal in de toekomst gaat gebeuren en hoe Israël in het centrum van de wereld en het Joodse volk een geweldige rol moet gaan spelen als het koninkrijk van vrede en gerechtigheid komt. Maar hij zegt, wie zal vandaag staan bij de Joden? De hele wereld haat ze. Wie zal ze de liefde van Jezus tonen? Maar hij zegt, bovenal, wie zal tot de kerk spreken over die verschrikkelijke theorie van de vervangingstheologie. Hij zegt, maar maak je geen zorgen, ik leer het je wel, jij de voorzitter. Nou, ik heb daar een week met mevrouw over nagedacht en toen durfde ik eigenlijk geen nee te zeggen. En dat heeft ertoe geleid dat ik toen de voorzitter geworden ben. Mm. En dan moet je gaan spreken over Israël. Ja, wat had ik over Israël te zeggen? Mm. Ik moest echt terug naar de Bijbel. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het schrijven van dat boek, Waarom Israël, dat nu in meer dan 30 talen over de wereld gaat, zonder dat we ooit vertalers gezocht hebben. Ja, en zo is dat gekomen. Maar dus ik heb 20, 25 jaar ben ik een toegewijd christen geweest en geen flauw idee gehad over Israël. Ja. Maar als je het een keer gaat zien, dat is zo ontzettend. Ja, dat verandert je. Dat is ook zo boeiend. Er gaat in één keer een hele nieuwe wereld voor je open. In één keer begrijp je wat er in de wereld om je heen gebeurt en waarom het gebeurt. En waar het allemaal op uitdraait. Ja. Dus ik word er gewoon ontzettend enthousiast over als ik erover mag denken. En sindsdien heeft u dus veel geleerd. Heel veel. En ik leer dagelijks. Ja. Ik leer dagelijks. Ja. Nou, en wat u allemaal geleerd heeft, dat horen we waarschijnlijk ook in uw antwoorden terug. We hebben inmiddels al heel wat vragen gekregen, zie ik, op mijn iPad. Onder andere van Martijn Linde, Wim Siebert, meneer of mevrouw Roberts, Johan de Boer en de heer Staal. Maar de eerste vraag die ik u wil voorleggen is deze. Die komt namelijk van Henny de Jong. Henny, deze vraag heb jij gesteld. En die luidt als volgt. De Bijbel stelt dat geheel Israël zalig zal worden. Wat wordt er met geheel Israël bedoeld? Dat is, en ik zal het kort maken, maar als je korte antwoorden geeft, dan loop je dus ook het gevaar dat je simplificeert. Ja. Maar naar mijn besef, Paulus spreekt erover in Romeinen 11. Hij spreekt erover hoe er een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen. En hij bedoelt dat tweeërlei. Waarom een gedeeltelijke verharding? Er zijn toch altijd Joden in de loop van de geschiedenis geweest die wel de openbaring aangaande Jezus gekregen hebben. Maar die zijn minder dan 1% van het Joodse volk. Dus 99% van het Joodse volk gelooft niet in Jezus. Mm-hmm. Maar het is ook een gedeeltelijke verharding. Joden zijn niet zonder God. Het zijn geen heidenen zoals wij. Mm-hmm. Joden kennen God en God kent de Joden. Hij heeft eeuwige verbonden met ze gesloten. Dus het is in die zin een gedeeltelijke verharding. Ze zijn niet zonder God, maar ze hebben een blinde vlek voor wie Jezus is. Maar nu is de vraag, als de Bijbel het erover heeft, dat mensen in de Messias zullen gaan geloven, waarvan wij geloven dat het Jezus is, waarschijnlijk doelt Henny hierop. Ja. Is het dan zo dat als we dan in Jeruzalem aankomen,
op het vliegveld in Tel Aviv dat iedere Jood die we daar tegenkomen in Jezus gelooft. Nee, wat Paulus, als hij eerst heeft uitgelegd dat er dus een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen is, dan zegt hij vervolgens, maar dat zal niet voor altijd zijn. Dat gaat net zo lang door, die doofheid en blindheid voor Jezus, totdat het volle getal uit die niet-Joodse wereld Jezus heeft leren kennen. Totdat dat werk, wat nu bijna 2000 jaar lang gebeurt, dat de heidenen het evangelie wordt verkondigd, totdat dat getal vol geworden is. En dan, zegt Paulus, gaat God terugkeren naar Israël. Dan gaat hij aan het Joodse volk een speciale uitstorting van de Heilige Geest geven. En op dat moment zal inderdaad het dan levende Israël, gans Israël, zalig worden. Ja, en is dat dan gans in de meest letterlijke zin van het woord? Wat denkt u? Of denkt u dat er dan ook Joden zijn, heel concreet, die dat zullen afwijzen? Er is een mooi antwoord op. Er was een hele bekende Joodse christin, Rebecca de Graaf van Gelder. En die kreeg die vraag wel eens gesteld. Ja. Denkt u dat als daar staat gans Israël behouden zal worden? Ja. Denkt u dan dat iedere Jood en Jodin dan de Heer Jezus in één keer zal gaan zien? En haar antwoord was, heb u daar soms wat tegen? Heel mooi, dank u. Nou, dan gaan we verder met de volgende vraag. En ja, ik noem ze ook maar gewoon vanaf mijn iPad, dus ik heb nu ook niks voorbereid. In die zin komen ze ook live op mijn iPad binnen. Dus heb je een vraag aan dominee Glashouwer, mail die dan naar vragenuurtje@cip.nl. De volgende vraag die uit als volgt. Sommige kerken weigeren te erkennen dat Israël in de Bijbel een bijzondere plaats krijgt. Wat zegt u tegen de kerken die nog steeds de vervangingstheologie hoog houden? En deze vraag komt van Marinus uit Bunschoten-Spakenburg. Ja, dat zijn thema's waar ik natuurlijk normaal een uur over spreek. Maar nou, dat zal ik nu niet doen. Nu vijf minuten anders dan. Maar kunnen maar weinig vragen beantwoorden. Als je naar het boek van de Psalmen gaat en je leest Psalm 105 vanaf vers 7. En we moeten natuurlijk nooit vergeten, de psalmen zijn Israëls psalmen. Het hele boek, de Bijbel, is door Joden geschreven. Geïnspireerd door de Heilige Geest, maar het zijn Joden die het hebben geschreven. Dus als je daar leest, bijvoorbeeld, Hij de Heer is onze God. En je bent reformatorisch van achtergrond en je zingt iedere zondag de psalmen. Dan denk je onwillekeurig, Hij is onze God. Maar je moet goed begrijpen, als je de Bijbel leest, dat hij in de eerste plaats Israëls God. En nu zegt deze Joodse man uit Israël, Hij, de Heere, is onze God. Zijn oordelen gaan over de ganse aarde. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Dat hij met Abraham sloot aan zijn eed aan Isaac. Dus de Heer heeft gezworen bij zijn eigen naam toen hij dat verbond maakte. De Hebreeënbrief zegt, hij zwoer bij zijn eigen naam, omdat hij bij niets of niemand kan zweren hoger dan hij, want er is niks of niemand hoger dan hij. Maar hij heeft dus een dure eed afgelegd. Zijn eed aan Isaac, ook stelde hij het voor Jacob tot een inzetting. Zijn naam is zelfs de God van Abraham, Isaac en Jacob. Voor Israël tot een eeuwig verbond. Wat betekent eeuwig? Tot op Jezus Christus en daarna niet meer? Dat is wat de kerk eeuwenlang geleerd heeft. De kerk was er vlug klaar mee. Al heel vroeg in de kerkgeschiedenis zei men, ja, Joden waren misschien wel het uitverkoren volk. Totdat ze nee zeiden tegen Jezus voor het overgrote deel. En toen zei God nee tegen de Joden. En vervolgens zei de kerk, maar wij, de kerk, we hebben ja gezegd tegen Jezus. Dus nu zijn wij het nieuwe uitverkoren volk van God. Wij zijn het nieuwe Israël, zeiden ze zelfs. We zijn het geestelijk Israël. Wij vervangen Israël als het uitverkoren volk van God. Als je dat zegt en de Bijbel zegt dat Hij gezegd heeft dat Hij een eeuwig verbond met Israël heeft, dan maak je hem eigenlijk tot een leugenaar. Dat is niet, vervangingstheologie is niet slechte theologie. Ja, het is ook geen optie in die zin. Het is totaal geen.
Je maakt God tot iemand die een eed kan breken. Die kan zeggen, ik heb een eeuwig verbond, maar die halverwege van de gedachte verandert. Ja. Als God zijn verbond en zijn trouw jegens Israël niet houdt, hoe kunnen wij er dan ooit zeker van zijn dat hij de trouw en de belofte die hij aan ons gedaan heeft zal houden? Ja. Hij kan wel weer halverwege van gedachte veranderen. En dat is trouwens precies wat de islam zegt. De islam is de ultieme vervangingstheologie. De islam zegt, ooit waren de Joden het uitverkoren volk, maar die hebben het verprutst. En toen kwamen de christenen, die waren toen misschien wel het uitverkoren volk, maar die hebben het ook verprutst. Maar 600 jaar na Christus kwam Mohammed met de laatste openbaring van Allah. En nu zijn wij het uitverkoren volk, zeggen ze, en wij vervangen jullie allebei. Dus als je de Bijbel maar enigszins serieus neemt, en trouwens je ziet het om je heen gebeuren, je ziet hoe God de trouw houdt, hij brengt ze terug in het land. Hij zegt ergens in de Bijbel, dat doe ik niet vanwege jullie, o Israël. Dat doe ik vanwege mijn eigen heilige naam, want ik heb het beloofd. En ik hou mijn beloften. Ik heb een eeuwig verbond met jullie. En dat zal ik dus ook voor altoos en immer vasthouden en uitvoeren. Ja, oké, bedankt voor dit antwoord, helder. Ik krijg reactie ook voor het technische team dat het geluid niet altijd synchroon loopt. Misschien kunnen we daar nog iets aan doen. Ondertussen gaan wij gewoon verder met de volgende vraag. Deze volgende vraag komt van Mieke van het Woud. Mieke, je hebt de vraag gesteld aan dominee Glashouwer en die heeft betrekking op Zacharia 13. Daar staat namelijk, in heel het land, spreekt de Heer, zal 2/3 worden uitgeroeid en omkomen. Is het dan wel verstandig om het Joodse volk aan te moedigen om naar Israël te gaan? Dus er wordt eigenlijk gesteld, kennelijk spreekt Zacharia erover dat mensen dood zullen gaan, zullen sterven. En dat heeft kennelijk betrekking op de Joden, als ik het zo lees. En ja, moet je dan wel terug naar dat land willen? Ja, ik ben heel blij, Mieke, dat je die vraag stelt. Als je een Russische of een Spaanse Bijbel of een Portugese Bijbel zou hebben, dan zou je de vraag nooit stellen. Want die gedachtegang komt voort uit de manier waarop het in onze Bijbel vanuit het Hebreeuws vertaald is. In Zacharia 13, ik heb het even snel opgezocht, dat is vers 7, 8 en 9. Dan lees je in vers 8, in het gehele land luidt het woord des Heren zullen 2/3 uitgeroeid worden. En de geest geven, maar 1/3 zal daarin overblijven. Dat 1/3 deel zal ik in het vuur brengen. Ik zal hen smelten zoals men zilver smelt. Ja, hen louteren zoals men goud loutert. Ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. Dus wordt dus hier gezegd, in het hele land luidt het woord des Heren zullen 2/3 uitgeroeid worden. Maar in het volgende hoofdstuk, pal daarop, wordt precies dezelfde Hebreeuwse uitdrukking gebruikt in vers 9. En daar staat, de Heere zal koning worden over de gehele aarde. En dat is volstrekt juist. De Heere zal koning worden over de hele aarde. Maar waarom vertaal je het hier met aarde en hier met land? Ja. Het is juist een fantastisch stukje hier in Zacharia. Eerst zegt Zacharia, zal de herder uitgeroeid worden, dan zullen, en ja, voor ons betekent dat ja, de dood van Jezus, de goede herder, die wordt gedood. Daarna zullen de schapen worden verstrooid. Israël is het land uitverdreven voor bijna 2000 jaar. Zelfs de kleinen lijden. Ik geloof dat in Auschwitz 1,5 miljoen kinderen vermoord zijn, om geen andere reden dan dat ze Jood waren. En dan zegt Zacharia, in de hele wereld, want zo moet je het vertalen, luidt het woord des Heren, zullen 2/3 uitgeroeid worden. Ja. Als je alle Joden die in de loop van de laatste 2000 jaar zijn uitgeroeid bij elkaar optelt, dan is 2/3 uitgeroeid. Maar 1/3 blijft over in de wereld. Dat gaat terug naar het land. Dat zal daar inderdaad in het vuur gebracht worden. Niet ter vernietiging, maar om gelouterd te worden. Met als gevolg dat ze zullen zeggen,
Ze zullen mijn naam aanroepen, ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk en zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. Dus die tweederde, dat ligt achter ons. Dus dat eigenlijk spreekt Zacharia 13 eigenlijk eens over de Holocaust. Spreekt over en over 2000 jaar. Geschiedenis. Geschiedenis ja. Van lijden van de Joden ja. In de hele wereld. Ja. Maar omdat het land vertaalt. En dus in het Russisch, in het Spaans, in het Portugees wordt hier ook gewoon gezegd. In de hele wereld zullen 2/3 worden uitgeroeid. En maar 1/3 zal overblijven. Ja, oké, helder. Dus het ligt achter ons. Ja, maar het is al een logische vraag lijkt mij. Omdat het zo zou kunnen lijken alsof het gaat over Joden die terugkeren nu naar Israël en vervolgens dat de staat 2/3 zal omkomen. Ja. Maar in ieder geval, uw antwoord is helder. De volgende vraag is van Martin Kalle. Martin, je hebt deze vraag gestuurd. Hoe kijkt u in het licht van de Bijbel naar de huidige ontwikkelingen rondom Israël? Is er sprake van een profetie die in vervulling gaat? Met andere woorden, als we nu naar het nieuws kijken, dominee, is er dan sprake van, volgens u, dat er op dit moment, in deze tijd, profetieën in vervulling gaan die in de Bijbel staan? Ja, je moet daar wel mee uitkijken. Sommige mensen die zijn dan al heel snel bezig om te zeggen, oh kijk, dat en dat lees ik in de krant en ik lees in de Bijbel die en die profetie. Nou kijk eens, het gebeurt. Dus je moet daar wel mee uitkijken. Maar in grote lijnen zeg ik altijd, lees alsjeblieft je Bijbel naast de krant. Een voorbeeld. Je kent je Bijbel. Je leest Ezechiël 38, 39. Ja. Daar gaat het over een plotselinge aanval van landen rondom Israël. Gog en Magog wordt daar genoemd, maar ook een verbond van allerlei landen die in één keer Israël aanvallen. Onder leiding van de vorst van het noorden. Goed, nou ja, wanneer, hoe, wat, je weet het niet. Nou, pak je krant en dan zie je dat Iran het allemacht al jaren bezig is om een atoombom tot ontwikkeling te brengen. Met geen andere reden dan hem op Israël te gooien. Daar zit een diep geworteld geloof achter, dat pas als Israël vernietigd is, zal de moslim verlosser komen. Hmm. Die wacht op de vernietiging van Israël voordat hij komt om de hele wereld onder de islam te brengen. Dus daar zijn ze mee bezig. En in één keer zie je, en dat was 2 weken geleden in de krant, dat Rusland een militaire overeenkomst met Iran gesloten heeft. Je leest ook dat de nucleaire technologie die Iran gebruikt, geleverd wordt door de Russen. Ja, dus er zijn gelijkenissen tussen het nieuws en wat je precies, wat dus in de Bijbel leest. Dan zie je dat allemaal in ontwikkeling. En dan denk je in één keer, staan we nu voor de vervulling van wat je daar in Ezechiël 38 en 39 leest? Kan best zijn van niet, kan ook best zijn van wel. Maar hou je opties open, lees je Bijbel, vraag in alle eenvoud aan de Here of die je wil laten zien. Ja, welke dia, welk profetisch plaatje er actueel bezig is te worden, zodat je begrijpt wat er aan de hand is. Ja, en daarbij hoor ik wel dat u zegt, hou het wel open, leg het niet hou te het absoluut open. Ja. De terugkeer van de Joden is vervulling van Bijbelse profetie. Vanaf dat moment lijkt het net alsof het hele wereldgebeuren in een stroomversnelling raakt. De discipelen vragen op een gegeven moment aan de Heer Jezus, hoe weten we dat u in heerlijkheid terugkomt? En dan gaat hij een heleboel, wat de Bijbel dan noemt, tekenen der tijden opnoemen. En dat zijn allemaal niet zulke hele vrolijke gebeurtenissen waar hij het dan over heeft. Oorlogen en honger en wetteloosheid en vervolgingen en besmettelijke ziekten en ga zo maar door. Maar dan heeft hij 2 hoopvolle tekenen. Ze vragen, wanneer komt u terug in heerlijkheid? Wanneer komt uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid? Dat vanuit Jeruzalem de vrede de ganse aarde zal gaan bedekken. Hoe weten we dat? Ja. Hij zegt, let op die tekenen. Maar hij zegt 2 dingen in het bijzonder. Het evangelie van het koninkrijk zal eerst in de hele wereld tot een getuigenis voor alle volkeren verkondigd worden. Vroeger dacht ik, nou ja, dat zal mijn tijd dan wel duren, voordat de laatste heiden het evangelie gehoord heeft.
tot onze oudste dochter zendeling werd in een moslimland in Centraal-Azië. En dan kwam ze soms in dorpen en dan zei ze, ik trof daar christenen aan. En dan vroeg ik wel eens, wie was de zendeling hier? En dan zei ze wel eens, er was geen zendeling. Maar we luisterden naar de radio. En in onze eigen taal werd ons van Jezus verteld. Mm-hmm. En dat heeft ons leven radicaal veranderd. En in één keer besef je, hè, satellieten, internet, radio, televisie, elektronische snelwegen, Facebook, wat je maar hebben wil. Honderden uren per dag voor het eerst in de geschiedenis gaat dat evangelie de wereld rond. In eigenlijk alle talen van de wereld. Mm-hmm. Jezus zegt, als dat gebeurt, dan loopt deze fase van de wereldgeschiedenis op zijn eind. Ja. En het tweede wat hij zegt, let op de vijgenboom. En hij bedoelt Israël. Hij zegt, als je Israël weer tot leven ziet komen, dan moet je beseffen dat het koninkrijk van God vlak voor de deur staat. Wij zijn dus een hele bijzondere generatie. Wij zien het herstel van het Joodse volk. Wij zien de wereldwijde verkondiging van het evangelie. Misschien zijn we ook wel de generatie die de komst van Jezus in heerlijkheid gaan meemaken. En dan komt het koninkrijk van vrede en gerechtigheid vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Dankjewel. Mooi. Nou, ik hoop dat de vraag goed beantwoord is voor de kijker. Zoals jullie weten kun je vragen stellen aan dominee Glashouwer over het thema waarom Israël via vragenuurtje apenstaartje cip.nl. Schroom niet je vraag te sturen, ik krijg ze hier op mijn iPad binnen. En de volgende vraag komt van iemand uit Bunschoten en die persoon wil anoniem blijven, lees ik hier. En waarom, dat hoor je nu. Predikanten noemen mij huichelachtig vanwege mijn visie op Israël, dat ik als Gods oogappel beschouw. Het wordt voor mij steeds lastiger om in de kerk te blijven. Wat raadt u mij aan om te doen? Dus deze persoon, die, ja, daar wordt niet heel veel, met heel veel waardering naar gekeken. Omdat die persoon een bepaalde visie op Israël heeft en die voelt zich niet meer zo thuis kennelijk. Wat raadt u die persoon aan vanuit de Bijbel? Ik kan me niet voorstellen dat predikanten iemand huichelachtig vinden die beschouwen dat Israël Gods oogappel is, want het staat letterlijk in de Bijbel. Mm-hmm. Daar staat, wie u aanraakt, zegt God in Zacharia, 2, raakt zijn oogappel aan. Mm-hmm. Israël, oogappel, dat is het meest kwetsbare plekje. Als horrorfilms, regisseurs iets vreselijks willen aan effect creëren, dan gaan ze dingen met de ogen doen. Mm-hmm. Nou, wat wij met het Joodse volk hebben gedaan in de loop van de eeuwen is zowat God met een mes in zijn ogen gestoken. Ja. Dus als je zegt het is Gods oogappel, dan ben je helemaal in lijn met de Bijbel. Maar je komt wel in botsing met een bepaalde christelijke theologie, die vervangingstheologie. En ja, dan daar zit een soort blokkade in het denken van de christelijke kerken in de brede, die daar helemaal geen visie op hebben. Dus die vinden dat maar hele lastige mensen die zo met Israël bezig zijn. Dus ze zegt, ik heb neiging om die kerk uit te gaan. Nou, mijn vader zei altijd dit, en dat was een wijs man. Hij zegt, blijf zitten waar je zit en verroer je vooral. Mm-hmm. Als variant op het spreekwoord, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Nee, blijf zitten waar je zit. De oplossing is niet dat je de kerk maar uitgaat en een nieuwe kerk sticht. Nee, maar waar je bent, verroer je vooral. Kijk, gooi ze er op een gegeven moment uit, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het moeilijk. Ja. En zoek natuurlijk wel je geestelijke bijvoeding. Ja. Op een bijbelkring door de week of volg SIP of lees goede boeken. Zodat je wel geestelijk gevoed wordt. Maar ik zou niet te snel de weg van de minste weerstand kiezen en zeggen, nou ja, ik heb het hier zo, ik ga maar weg en ik voeg me weg. Want dat zie je, al die afsplitsingsbewegingen, of dat nou in de reformatorische of de evangelische of de pinksterhoek is, die dan allemaal vol enthousiasme de ware kerk gaan vormen, die na verloop van tijd, binnen 1 of 2 generaties, doen ze precies dezelfde kerkgeschiedenisdingen over die we kennen. Ja. Dus wat ik altijd zeg, die gelijkenis van Jezus, daar wordt het goede zaad in een akker gestrooid, daar wordt onkruid doorgestrooid, en dan
zeggen ze, zullen we dat even uit elkaar trekken? Dan zegt hij, nee, laat ze samen opgroeien tot de oogst. En de engelen, die zullen scheiding gaan maken. Wie tot het ware en wie... Hè, je hebt de zichtbare en de onzichtbare kerk. De zichtbare kerk is wat wij er met onze kerkinstituten en organisaties van gemaakt hebben. Maar de onzichtbare kerk zit in al die kerken. Dat zijn, hè, die zit bij de katholieken, die zit bij de anglikanen, zit bij de, dat zijn mensen die Jezus kennen, die het woord van God kennen. Ja. En het is dus belangrijker dat je tot die onzichtbare kerk behoort, dan dat je weer... Een, ja, bombarie gaat maken. En een nieuwe organisatie op, opzet. Ja, oké. Mooi. De volgende vraag komt van Klaas Wouter. Die heeft, net zoals heel veel lezers, een vraag gestuurd via vragenuurtje@cip.nl. Daar kun je nog altijd gebruik van maken. Klaas Wouter, die stelt u nu via de mail deze vraag. Onder veel christenen leeft de gedachte dat de wet, waaronder het vieren van de Joodse feesten, niet meer voor ons christenen geldt. Hoe denkt u hierover? En hoe mag ik dat als christen onder de aandacht brengen in mijn omgeving? Ja, het zijn stuk voor stuk vragen waar, als je dat in 3 minuten probeert een beetje te beantwoorden, dan weet je dat je onrecht aan het onderwerp doet. Ja. Maar in het kort, als iemand u vraagt, er zijn allemaal Joodse feesten in de Bijbel, zouden we dat als christenen mogen vieren? Wat zegt u dan? Ik zou zeggen, om te beginnen, aan wie heeft de Heere opgedragen om die feesten te houden? Ja. Aan Israël. Het zijn niet eens Joodse feesten, het zijn godsfeesten waar hij Israël bevolen heeft die te onderhouden. De kerk heeft die altijd links laten liggen. En wat je tenminste zou moeten doen en kunnen doen is... die Joodse feesten gaan bestuderen. Want ze zitten vol met een enorme profetische lading. Je hebt de najaarsfeesten, je hebt de voorjaarsfeesten. En daar zit een zodanige profetische lading in dat je er ontzettend veel van kunt leren. Om nou te zeggen, en nu gaan wij ze ook vieren, ik denk dat je dan een stap te ver gaat. Als je in de tijd van de Joodse feesten gewoon het daarover hebt, laat zien wat het inhoudt. Ja. Een voorbeeld, op een avond door de week, je vraagt een rabbijn of iemand anders, zegt, leg ons dat eens uit, waarom doen jullie dat zo en wat betekent dat? Mm-hmm. En dan heb je ook hele goede boeken die daar als het ware de christelijke boodschap aan verbinden. Ja. Maar soms krijgen mensen de neiging, en zeker die... vol enthousiasme meer met Israël bezig zijn, die willen zich op een gegeven moment, lijkt het net, steeds Joodser gaan gedragen. Ja. Van, we moeten de feesten houden, we moeten eigenlijk de Shabbat gaan houden. Sommigen zeggen, ik een keppeltje, of ik wil de shofar blazen, of talit. Kijk, we hebben het gehad over vervangingstheologie. Dat is een gevaar, maar op een of andere manier toch... Ja, dat steeds Joodser willen zijn, dat is ook een gevaar. Waarom? Wat is daar de kern dan van dat gevaar? Ja, omdat het is Gods beslissing geweest hoe je geboren werd. Als jij, als hij jouw leven geschapen heeft in de schoot van je moeder die niet Joods is, ben jij niet Joods. Dan ben je heiden. Dat is geen disqualificatie. Mm-hmm. Betekent gewoon dat je niet Jood bent. Prijs de Heer, hij heeft je leven zo gemaakt. Als je geschapen bent als Jood in de schoot van je Joodse moeder, dan ben je Jood. Prijs de Heer, dat is zijn beslissing geweest. Maar als je dus op een gegeven moment deze dingen bezig gaat en zegt, ja, maar ik wil eigenlijk liever Jood zijn dan niet Jood. Mm-hmm. Ik denk dat je dan je goed moet afvragen hoe de Allerhoogste daarover denkt. Ja, oké, helder. Dank u wel. Oké. U kijkt nog altijd naar het CIP-vragenuurtje. We hebben al heel wat vragen kunnen behandelen, toch? Het gaat vrij snel, vrij vlot. Ja. En u kunt nog altijd uw vraag aan dominee Glashouwer stellen rondom het thema Waarom Israël? Via vragenuurtje, apenstaartje,
cip.nl. En ook je reactie kun je daar naartoe sturen. En we gaan nu verder met de volgende vraag. En dat is een beetje een politieke vraag. Dat zijn altijd de spannende, hè? Als het politiek wordt en politiek met de Bijbel samenkomt. Maar goed, ik ga de vraag toch stellen. Door het toedoen van Israëliërs zijn Palestijnen uit hun huizen verdreven. Hoe kijkt u als christen naar de politieke situatie in Israël? Hoe voorkomen christenen dat alles onder het mom van het beloofde land wordt goedgekeurd wat Israël fout doet? Dus ja, het is een beetje een driedubbele vraag. Maar als ik hem samen zou moeten vatten, is de vraag dus, ja, wij christenen geloven dat Israël een speciale plek heeft in het plan van God. Niet allemaal, helaas, maar tegelijkertijd doet Israël of het de gezaghebbende daar, gebeuren ook dingen die kennelijk dus niet door de beugel kunnen. Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Goed is goed en fout is fout. Ja. Wie het ook maar doet. Als er dingen absoluut fout zijn, dan zijn ze absoluut fout. Ja. Israël is een heilig volk, maar heilig betekent niet in de zin van Rooms-Katholieke heiligen die verondersteld worden niks verkeerds gedaan te hebben in hun leven. Het woord heilig betekent apart gezet. Ja. Afgezonderd van de rest. In die zin zijn ze een heilig volk, maar Joden zijn net zozeer afstammelingen van Adam als wij allemaal zijn. Ja. Dus zonde zit in hun bloed net zo goed als dat het in ons bloed zit. Israël is wel een hoog moreel volk. Als, wat doet u mee? Nou, als soldaten zich misdragen, dan worden ze voor het gerecht gesleept. Ja. Als de president verdacht wordt van seksuele verkeerde handelingen, dan wordt hij afgezet. Waar maak je dat mee? Als een premier verdacht wordt van financiële misdragingen, dan wordt hij voor het gerecht. Als een opperrabijn verdacht wordt van financiële misdraging, belandt hij voor het gerecht. Ja. Het is een hoog moreel volk. En je moet dus ook altijd heel goed weten, krijg ik wel het juiste beeld voorgeschoteld in de krant en op de televisie van wat de Joden weer gedaan hebben. Ja. Ik zeg altijd, probeer om een helder beeld te krijgen van wat daar gebeurt, echt gebeurt, ga naar Israëlische websites. Mm-hmm. En dan maakt het meer uit of die links- of rechtspolitiek zijn. Want hier krijg je meestal toch een heel eenzijdig verhaal. Nu de Palestijnen. En die huizen die dan afgebroken of weet ik wat. Jij hebt een buurman en je denkt, maar dat is een leuk stukje grond. Ik ga daar een huis bouwen. Mm-hmm. En ik ga daarin wonen. En vervolgens verklaar ik, ja, dit is eigenlijk gewoon mijn stuk grond, dus mijn huis. Maar ik denk dat heel snel de gemeenteambtenaren en de politie op de stoep staan en zeggen, hier heb je absoluut geen recht op. Dit is jezelf toe-eigenen, dingen die het eigendom van een ander zijn. Kortom, waarom worden die huizen afgebroken? Wat is de voorgeschiedenis daarvan? Ja. Maar dan een volgend punt. Wat zijn de rechten van de Palestijnen in het beloofde land? En ik ga maar altijd met die vragen naar de Bijbel. Ook als het om de politiek gaat. Ja. En als ik dan kijk bijvoorbeeld bij de profeet Ezechiël. Dat is een prachtig stukje. Dat vind je in Ezechiël 47. Dat is in de gedeelte dat Israël terugkeert in het beloofde land. En wij zien dat dus vandaag de dag gebeuren. Maar dan zijn er dus ook niet-Joden. En dan lees je in Ezechiël 47 vers 13 dit. Zo zegt de Heere Heren. Dit is de grens van het land. En dan in vers 21. Dit land nu zult ge onder u verdelen naar de stammen Israëls. Dus het beloofde land is voor de 12 stammen Israëls. Ge zult het tot een erfdeel verloten onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder uw kinderen verwekt hebben. Deze zult ge als onder de Israëlieten geboren beschouwen. Ze zullen met u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen onder de stammen Israëls. In de stam waarbij de vreemdeling vertoeft, daar zult ge hem zijn erfdeel geven. Luidt het woord van de Heere Heere. Dus,
niet-Joodse bewoners, die daar soms al eeuwen wonen, ja, hebben rechten in het land. En dat is eigenlijk heel simpel. Die kunnen een huis bezitten, die kunnen een tuin bezitten, die kunnen een boerderij bezitten, die kunnen een boomgaard bezitten. Dat is hun eigendom. Ja. En als ze sterven, erven hun kinderen dat. Ja. Maar ze zijn wel, hè, dus ze kunnen eigendom in het land hebben. Maar ze zijn wel burgers van het land van de 12 stammen. Mm-hmm. Van Israël. Nogmaals, ik neem jou maar weer even als voorbeeld. Doe dat vooral. Ik denk, nou, je bent misschien wel afkomstig van een boerderij of je familie. Je hebt een fors stuk land met wat boomgaarden, met koeien en graanbouw en akkerbouw en noem maar op. En op een ochtend word je wakker en je denkt, hé, dat is een leuk gebiedje. Vanaf heden roep ik dat uit tot de Vrijstaat Rik. Ja. En ben ik onafhankelijk. Ik denk dat je binnen de kortste keren in aanvaring komt met het Koninkrijk der Nederlanden. Je hebt je burgerrechten, je hebt het eigendomsrecht, maar een stuk land te nemen en dat af te splitsen, ja, van Nederland. Ja, dat is een onrechtmatige daad. Ja. En zo ziet hij het met de Palestijnen. Dat is met de Palestijnen ook. Ze hebben hun burgerrechten, ook hun burgerplichten. Je hebt Arabieren die hebben gewoon een politieke partij in het parlement. Ik ben wel eens in Griekenland gekomen en daar bleek de ambassadeur, de Israëlische ambassadeur, een Arabier te zijn. Ja. Die gewoon recht had op zijn diplomatieke post daar vanuit Israël. Ja. Dus je wil helder houden dat een Palestijn, die is uiteindelijk, maakt die onderdeel uit van Israël. En dus dien je als Palestijn te houden is die, aan. En daar is die burger. Okay. Als je gaat zeggen, en nou ga ik een aparte staat maken, dan ga je een brug te ver. Okay. Nou, we zouden hier nog lang op door kunnen gaan, want het is een heikel onderwerp is natuurlijk. Maar we gaan verder met de laatste vragen, die via vragenuurtje@cip.nl zijn gestuurd. En voordat we met die vragen, die twee laatste vragen beginnen, want we kunnen nog wel even doorgaan, wil ik even iets vertellen. Namelijk dat we een paar boeken gaan weggeven. Namelijk 10 boeken van het boek wat dominee Willem Glashouwer heeft geschreven. Met als titel Waarom Israël? En de eerste 10 mensen die een mailtje sturen met een adres, die krijgen dit boek als cadeautje. Geweldig. Dus wil je dit boek hebben? Het is heel simpel. Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen met je adres naar vragenuurtje@cip.nl en we geven er dus 10 weg. Leuk toch? Heel gratis, heel leuk. Even niets. En een hoop vragen worden daar ook in behandeld natuurlijk. Ja, zeker. Oké, de volgende vraag. Ook een goeie. We krijgen hier een vraag van Isaac Heijboer. En die stelt de volgende vraag. Een voormalig RD-hoofdredacteur stelde vorige week in een interview dat een onbegrensde Israëlliefde in de reformatorische achterban wel een tandje minder kan. Is deze onbegrensde liefde aanwezig en hoe beoordeelt u deze uitspraak? Want ja, dat is waarschijnlijk iemand die heeft gezegd of gedacht van, nou, die Israël-fanatici, kan het niet wat minder? Mijn antwoord zou eenvoudig zijn, vragen we ons wel eens af wat God heeft met Israël. Mm-hmm. Hoe kijkt hij tegen Israël aan? En als je dan de Bijbel leest, Hosea 11 vers 1, toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De verhouding van God tot Israël is van een vader tot zijn zoon. Mm-hmm. Een ander beeld in de Bijbel is, de liefde van God voor zijn volk is als de liefde van een man tot zijn vrouw. Ja. Hij houdt van Israël en hij heeft Israël gehuwd. En het is met een eeuwige liefde. Het is zijn eerstgeboren zoon. Jezus is zijn enige geboren zoon, maar Israël is zijn eerstgeborene. Er zijn twee biologische wonderen in de Bijbel. De geboorte van Isaac uit Abraham en Sarah en die waren hoogbejaard. Maar het is een scheppingswonder Gods. En de geboorte van Jezus uit een jonge Joodse vrouw die maagd was. Dus Israël is zijn
eerstgeborene en Jezus. En hij houdt van ze. Mm-hmm. Is er een eind aan de liefde van God? Ik denk het niet. Heeft de zoon zich altijd gedragen zoals je dat als ouders graag zou zien? Ik denk het niet. Heb ik mij altijd gedragen zoals mijn ouders dat graag hadden? Mm-hmm. Ik weet wel zeker van niet. Ja. Ik heb mijn ouders heel wat grijze haren bezorgd toen ik wat jonger was. Heeft dat ooit ertoe geleid dat mijn ouders niet meer van mij hielden? Mm. Absoluut niet. Dus ik denk, als je christen bent en je weet van de liefde Gods, die onvoorwaardelijk is, en je weet van de liefde van Jezus, die zichzelf voor jou aan het kruis gegeven heeft, terwijl je zondaar was, de deugde niks van je, ja, maar hield zoveel. Nou, dan kan het niet anders als dat wij ook diezelfde liefde. Dat is het hoofdgebod. God liefhebben met heel je hart en je medemens als jezelf. Laat staan Israël. Ik kan me wel voorstellen, dominee, dat iemand ook kan denken, ja, die christenen die lijken wel meer van de Joden te houden dan van de Belgen. En van de Belgen zouden we toch in principe net zoveel moeten houden als van de Joden. Absoluut. Maar ik vind het een rare, kromme redenering. Als God zoveel van Israël houdt, zoals die van elk mens houdt. Ja. Maar bij Israël ook nog eens een keer dat volk zelf geschapen heeft om dat volk te gebruiken om zich aan de wereld te openbaren, om de wereld, de volkeren te zegenen. Ja. En dat hij, kijk eens, net zoals met een vader. Als je zoon verkeerde dingen uithaalt, dan komt er een moment dat je hem ter verantwoording roept. Ja. Maar als je ziet hoe als de buurman jouw zoon aftuigt, dan hol je naar buiten, geef de buurman een oorveeg, neem je zoon mee naar binnen en geef hem zelf een oorveeg. Ja. Dus dat is tussen jou en je zoon. Maar dat heft de liefde niet op. Ja. Op geen enkele manier. Ja. Maar het omgekeerde gebeurt. Niet de liefde voor Israël, maar de heel vluchte kritiek, de haat. Ja, die heeft vaak de overhand voor gezien. Vooral richting Joden, niet richting Belgen. Ja, oké. Okay. Helder. Nou, dan komen we toe aan de laatste vraag. En er is trouwens een reactie van familie Koppenaal. Voordat we naar de laatste vraag gaan. Een bonus dingetje, mensen. Die reageert nu als volgt. U zei dat Gods feest aan het volk Israël zijn gegeven en daarom niet door de heidenen gevierd hoeven te worden. Gods geboden, waarvan de 10 geboden wekelijks in de kerk worden geleerd, zijn ook aan Israël gegeven. Waarom zouden heidenen deze 10 geboden dan wel moeten houden en Gods feesten niet? Nou, dat is een goede reactie van familie Koppenaal. Want ik kan me dat wel voorstellen, die redenering. Ja, en ik denk dat dat ertoe zou leiden dat je eens even heel... waarom verkondigt het Nieuwe Testament niet dat we de 10 geboden moeten houden? Ja. Waarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in Hebreeën 13, wanneer hij het nieuwe verbond uiteengezet heeft, dan besluit hij met te zeggen, Hebreeën 8 vers 13... Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Mm-hmm. En wat verouderd en verjaard is niet ver van verdwijning. Ja. Dus dat nu zeggen, het nieuwe verbond er gekomen is, waarvan het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Jezus te tekenen zijn, is daarmee het verbond van de wet een oud verbond geworden. Ja. Het is verjaard. Ja. En het is niet ver van verdwijning. Maar dan zouden we misschien helemaal niet de 10 geboden moeten lezen in de kerk op zondagmorgen. Ik vind het een geweldige greep van de Heidelbergse catechismus. Mm-hmm. Dat ze, dat is ellende, verlossing, dankbaarheid. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Ja. Maar dan wordt vooral geciteerd de wet van de liefde. Dat we God zullen lief hebben en onze naasten. En daar komen we aan tekort. Maar het gedeelte, de 10 geboden, wordt behandeld in het gedeelte van de dankbaarheid. Mm-hmm. Als je dus je zonde en je ellende hebt leren kennen in het stuk van de ellende, en je hebt de verlossing in Christus leren kennen in het stuk van de verlossing, en je bent een nieuw mens geworden door de Heilige Geest, dan ga je wandelen in de heiligheid van God. En daar worden dan de 10 geboden behandeld in de catechismus. Dus niet als... Van, nee, dat,
dan komt er een leven van binnenuit tevoorschijn dat in overeenstemming zal zijn met de geboden gods. Ja. Dus de bottomline van die vraag die familie Koppenaal stelt is volgens u dat er dus iets nieuws voor in de plaats is gekomen? Absoluut. Dat staat dus ook in Hebreeën 9? In Hebreeën 8 vers 13. Oké, 8 vers 13. Okay. En daarmee zijn al die verbonden, maar er zijn er 8 met Israël gesloten, plus het... Dat voert te ver voor nu. Ja, dat kost Isaac, meer tijd. Isaac Heijboer, die bedankt u voor de vraag via Twitter. Bedankt voor het antwoord op mijn vraag. Israël Glashouwer en hashtag Ricky Bokeman. Nou, ik heet Rick Bokeman, maar leuk Isaac. En dan komen we toe aan de allerlaatste vraag en dan gaan we afronden. En deze vraag leidt als volgt. Die gaat over de twee wegenleer. Yeah. Nou ben ik niet zo thuis in die term, ik hoop iets wel. Ik hoop dat u die kort kunt beantwoorden. De twee wegen leer, leert dat er ook voor Joden een andere weg tot het heil is dan voor gelovigen uit de heidenen. Is dit bijbels te onderbouwen? Deze vraag komt van Neline Schoonewoerd. Heb je nog een uurtje? Nee, ja. We moeten afronden. Want mensen zitten denk ik met de vraag, wij worden behouden als christenen door Jezus. En werkt het dan bij Joden anders bijvoorbeeld? Misschien is dat een simpelere vraag. Je bent Papua. Geboren in vroeger Nieuw-Guinea, tegenwoordig West-Papua. Leeft in het oerwoud. Je hebt nooit van niks gehoord. Je hebt geen Bijbel. Geen zendeling. Ben je voor eeuwig verloren? Automatisch. Dat is de vraag. Je bent Jood. Mm-hmm. Je hebt een hoop van God gehoord. Die heeft je de woorden van de Bijbel gegeven en de Tora. Maar hij heeft je doof en blind gemaakt voor Jezus. Heeft hij ze daarmee meteen ook voor eeuwig naar de hel verwezen? Ik denk dat we uit moeten kijken met dit soort systemen. God laat zich niet in zijn boekhouding kijken. Als je als Papua in Nieuw-Guinea geboren bent, zegt Paulus, heb je twee kenbronnen van God. Je kunt met je verstand doorzien op grond van de schepping dat er een schepper moet zijn. En met je ingeschapen geweten kun je voelen wat die schepper van je verlangt. Ja. Als je het goede doet, heb je vrede, doe je het verkeerde. Als je meer van God niet wist, dan zul je op grond daarvan, denk ik, geoordeeld worden. Je zult geoordeeld worden op wat je wel van hem wist. Ja. En niet op grond van wat je niet van hem wist. En als hij dus gezegd heeft, nog niet de openbaringen gaande Jezus, maar ze zijn de brandstapels, de christelijke brandstapels opgegaan. In het geloof van hoor, o Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Mm-hmm. Liever dat dan het vegenlijf redden door wat in hun ogen de christelijke God Jezus was. Zijn ze daarmee verloren? Als ze de gaskamers ingingen, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Zijn ze voor eeuwig verloren? Laten we er alsjeblieft van afblijven, ook met zo'n twee wegenleer die zegt, nee hoor, die zijn behouden. Ik ben niet in Gods boekhouding. Ja, dus dat moeten we niet willen vatten. Dat moet je openlaten. Hij zegt, oordeelt niet op dat ge niet geoordeeld wordt. Ik zal oordelen. En hij is een God groot van goede tierenheid en van erbarmen. Ons is het evangelie verkondigd. Wij kunnen niet zeggen, nou ja, ik leef op grond van mijn geweten, of ik leef op grond van de 10 geboden, dan hoop ik er maar het beste van. Nee, hij zal ons vragen, wat heb je met Jezus gedaan, die je verkondigd geworden is. Kortom, het is even heel kort door de bocht, maar laten we daar alsjeblieft heel voorzichtig mee zijn. En ik ben dus tegen wat dan de twee wegenleer genoemd wordt. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. Of je dat weet of niet, of dat je dat gelooft of niet. Die Papua's die bidden tot in hun oerwoud. Hun gebeden gaan via de Zoon naar de Vader.
Van de Vader komt niks naar deze wereld dan door de Zoon. Hij heeft zelfs de wereld geschapen door het eeuwige Godswoord, dat tenslotte vlees geworden is. Van hem gaat het via de Zoon en vanuit de schepping gaat het terug via de Zoon. Mm-hmm. Er komt niemand tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. Oké, nou dankjewel. Nou, met die woorden, niemand komt tot de Vader dan door mij, eindigen we dit CIP-vragenuurtje. Dominee Glashouw, hartelijk bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Beste kijkers en lezers, leuk dat jullie hebben gekeken. Bedankt dat jullie vragen hebben gestuurd. Er zaten echt hele goede vragen bij. Absoluut. Goede antwoorden. Het was niet altijd even makkelijk om die vragen kort te beantwoorden. Maar goed, dat is logisch. Dat is helemaal niet erg. En wat er gezegd is, volgens mij genoeg stof tot nadenken voor iedereen. En ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Nogmaals bedankt. Dominee Glashouwer spreekt regelmatig voor Christenen van Israël. Dus op hun website kijkt, zie je ook wanneer hij spreekt en wanneer de andere spreekbeurten zijn van Christenen voor Israël. En zoals jullie weten geven we dus 10 exemplaren nog weg van het boek, wat je ook kunt kopen als je het niet wint. Maar wil je het winnen, dan kun je een heel simpel mailtje sturen met je adres naar vragenuurtje@cip.nl. En ik wens jullie een hele fijne avond en tot de volgende keer. Doei! Bedankt, Willem. Graag gedaan, prima gedaan.